Dames en heren, jongens en peren, welkom bij Rollercoaster Koen 2. En wat we gaan doen is een park bouwen. Heel snel. Vorig jaar hadden we Rollercoaster Koen 3 en ik dacht ik ga gewoon een stapje terug. We gaan beginnen met Rollercoaster Koen 2. Na de intro. Ik ga mijn klokje er weer bij halen, want we gaan weer in 8 minuten proberen om een leuk pretpark te maken voor jullie allemaal. Ta 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 ta. Start! Oké, ik begin natuurlijk eerst met een fantastische attractie, namelijk het draaimolentje. En het draaimolentje is natuurlijk wel een standaard attractie waar we mee beginnen. Muziek. Ta ta ta. Jongens, wie kent Rollercoaster Koen? Nou, niet. Het is een park wat je kan bouwen, een pretpark. En dat pretpark kan je zo leuk maken wat je wil. Nu moeten we verwijderen. Potverdorie. Oh, waarom twee dezelfde, jongens? Ik ben helemaal van Mappakato. Ik ben helemaal van Mappakato. Als je dit draaimolen niet in je park hebt, is het ook geen Rollercoaster Koen, vind ik. We hebben gelijk een achtbaan neergezet, gelijk bij de ingang. Hartstikke leuk. Dit spel was net uit in de winkel en ik kreeg hem voor mijn verjaardag. Mijn moeder had gewoon 50 gulden betaald voor dit spel, hè. Ik zweer het je. Oh shit, het gaat regenen. Dan moet ik in het donker, moet ik serieus een park gaan bouwen. Ik vind dat echt helemaal niks. McDonald's kraampje. Ik heb een McDonald's kraampje, jongens. Wat doen we? Play. Oh my god, McDonald's kraampje. En wat dacht je van een frisdrank kraampje? Dat ziet er altijd zo leuk uit, hè. Entertainers aanhuren. Entertainers. Ik huur wat panda's. Panda's zo. En security. En we huren wat monteurs in om de achtbanen te fixen. En dat is het nadeel. Al die schermpjes komen in beeld. Dan moet je daar allemaal gaan wegklikken. Dat is echt zo, hè? Al die schermpjes wegklikken. Jongens, dit kost tijd. Dit kost echt verschrikkelijk veel tijd. Een infokraampje. Als mensen niet in de lucht, jongen. Vincent, niet in de lucht. Kom op. Nog overnieuw. Oh, niet in de lucht, Vincent! Ik ga nog een hele vette simulatie neerzetten. Simulatie moet je hebben, er wordt toch gelijk. Oh shit, er worden toch gelijk problemen vastgesteld. Ik geef ook de namen geen attractie. Ik geef geen namen aan attracties, want dat kan gewoon niet. Want daar heb ik gewoon geen tijd voor. Een 3D-bioscoop, die zet ik hier. Zo op de hoek, zo. En kijk, dan doen we gewoon de Titan, jongens. Oh, die past niet. Die past niet eens in mijn park. Hoe lang hebben we nog? Ongeveer, we zitten op 4 minuten. Oh shit. Oké, laten we dit pad doorgaan. Oh, de draaimolen is kapot. Dat ook nog weer, weet je. Zo, laten we doorgaan zo. Die achtbanen maken het wel vet hoor, want die kan ik een beetje veel achtbanen doen. Zo, de Golden Earring doen we ook. En dan doen we nog een achtbaan. Dan doen we de... Oké, deze vrije val. Dat lijkt een beetje op de nieuwe achtbaan uit de Efteling. Die komt. Kunnen we ergens plaatsen? Huppakee. Achtbanen. Ja, het is niet voor die Rollercoaster Koen natuurlijk, jongens. We kunnen dit... we moeten dit gewoon doen. Oké, kunnen we hem hier naar onder doen? Snel, 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 snel. Kunnen we hier naar onder? Ja. Zo. Yes, yes, yes. Dat gaat goed komen. Oké. Okay. Deze achtbaan heeft hier ook wat nodig. Ja, die kan een eenmalige. Oh, hoe lang hebben we nog? We zitten op 5 minuten, jongens. We kunnen nog even wat verder wat bomen maken hier. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen, jongens, met dit park. Deze, de grote bolle bomen. Kunnen we die ergens een beetje zetten, zo? Boomstamattractie. De Splash Mine. Oh, die ziet er vet uit. De Splash Mine, jongens. En die koppelt gelijk aan met... Nou, perfect. Beter kan ik niet wensen. Hoeveel mensen hebben we al in het park? Kunnen we dat ergens zien? 123 gasten. De mensen gaan al in de achtbaan, zie ik. Even al die dingetjes sluiten hier. Dit gaat makkelijk zo van die kant-en-klaar layouts. Dit wordt natuurlijk moeilijker. Nou ja, niet heel moeilijk om een eigen update. Ik kan even snel een achtbaan maken, snel. Een eigen achtbaantje. We hebben nog wel even de tijd. Ja, we hebben nog even de tijd. Ik haal dit, ik haal dit. Zie je die spanning op mijn gezicht? Ik ga een wat voor attractie ga ik maken? Even kijken. Auto? Autootjes, autootjes. Belt design. Oké. Okay. Let op. Met shift gaan we een beetje omhoog. Zo. Oh nee, wacht, verkeerd. Oh shit, dan moet ik opschieten. Het kost allemaal tijd. Dat lukt zo. Dat is wel gaaf, hè? Achtbaan bouwen. Zo. Dan gaan we hier naar beneden. Oh, dan moeten we hier een bocht maken. Dat is vet. Zo, gaat hij omhoog. Hele aparte layout, ik weet het. Ik denk dat hij keihard gaat, deze achtbaan. Ik denk het wel. Ik vind het zo gaaf, joh. Oh shit, dat gaat niet lukken. Oh, dat gaat niet. Dit wordt echt vervelend, dit jongens. Holy shit. Omhoog. Zo. Dit duurt langer dan ik had verwacht.
Het ziet er heel raar uit. Het wordt een heel onrealistisch einde. Maar ik denk niet dat we iets... We hebben niet echt iets te willen, zeg maar. Zo. Dit was mijn achtbaan. We gaan testen of die doet. En ik ben al bijna acht... Oh, ik ben 8 minuten bezig. Shit. Dit was kut. Jammer. Even testen, jongens. Met, even kijken. 6 karretjes. Even kijken hoe die is. We kunnen helaas niet inzitten, jongens. Het is geen Rollercoaster 3. Bijna 8 minuten een park opgezet. Dit is het resultaat. Het is een klein parkje. Door de achtbaan ziet het er wel groter uit. Kijken of die hem haalt. Oh! Dit is wel een gave layout dit. Oh, haalt hij het? Ja, net! Oh, shit! Oh, die haalt hij ook net? Oh, wauw, hij haalt hem ook net hoor. Ik denk dat deze achtbaan nog best wel aardig... Haalt hem elke keer net. Wauw, ik heb geluk gehad. Wauw, dit is echt een leuke achtbaan. Ja, voortaan moet ik ze zelf maken. Maar dan, ja, nu ziet het er wat voller uit. Ja, ik laat nog even kort zien. Ik zal hem even opslaan als Banjo-Town. Ik wil 1 ding laten zien nog voordat we een video afsluiten. Dat is namelijk Da Vinci Town. Dat is een park die ik zelf had gebouwd, deze. Dit is gewoon een eigen bedacht parkje. En zoals je ziet, ik vind het heerlijk om detail te bouwen. Dat zie je aan deze Main Street vooral. Hier zo, ik ben een heel erg pretpark fanaat, maar dat weten jullie waarschijnlijk al. Jullie hebben vast en zeker mijn kanaal een keer gezien. En daarop zie je dus een aantal attracties die ik heb gemaakt. En allemaal zelf ontworpen en zo. Dus dat wil ik even aan jullie laten zien allemaal heel snel. Oké, vond je het een leuke video? Geef vooral een groen duimpje. En zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe simulatie game. Heb je een leuke simulatie die je me aanraadt om te spelen? Vergeet vooral een leuke combo neer te zetten met een leuke naam die jullie denken van Vincent. Die moet je een keer spelen. Doei! Bye!